Hallo beste kijkers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2015. Dit is de tweede aflevering van de Gold Edition. In de vorige aflevering heb ik het graan geoogst. De buitenkanten zijn met de opperwagen opgehaald. Vervolgens is dat in de stal gespoten. En is het eerste graan gezaaid. Zoals hier te zien is, met deze zetel majoor. Ik had het over dat hij wou verkopen en daar een doodsvarm voor terug ging kopen. Nou, dat gaat iets anders. Ik heb namelijk ook al deze map eventjes doorgeneust zonder het op te nemen. Deze zetelmajor 80 ga ik verkopen voor 29.000 euro. Daar haal ik een andere trekker voor terug. Even kijken, ik heb gekeken naar een Steyr Mulding. Dat is deze, die kost 105.000 euro. Nou, het vermogen van deze trekker ligt een stuk hoger als diegene die ik net verkocht heb. Het voordeel van deze Steyr Mulding is dat hier een voorlader op kan. Er kan hier aan de voorkant van de trekker kan wat geplaatst worden en aan de achterkant van de trekker. Ik zal nog even kijken naar de zetel. Proxima, de Power 120. Dat zal ik zien. Ik weet niet zeker of daar ook een gewicht voor op kan, bijvoorbeeld een frontmaaier. We gaan gewoon kijken. We gaan dan even reset naar het bedrijf toe. Ik weet het dus niet helemaal zeker, maar we gaan het zien. Dan moet ik eventjes naar deze maaiers toe. Ook deze zal ik even resetten. Dan gaan we even kijken of die er ook voorop past. Ja, die past erop. Ik had het erover dat ik de bermkanten wou gaan maaien. En vervolgens met de opraadwagen wou gaan ophalen. Dus dat, maar dit ga ik iets anders doen. Ik ga nu gelijk even een losse maaier aan de achterkant erbij aanschaffen. Deze Poutingen Novacat. Die kost dan 8300 euro. Ook deze zal ik even resetten naar de boerderij toe. Dan zal ik even kijken dat ik deze kar even leeg piep. Het graan heb ik op dit moment niet nodig, niet van toepassing. Deze eventjes. Nou, ik ga het zo doen. Ik zet deze zetel eerst eventjes op de voor de zaaimachine. Kijken of dat gaat werken. Ik hoop er natuurlijk van harte wel. Ik zal natuurlijk namelijk een meevaller zijn.
Ja. Nou, dan laat ik deze zetor Proxima dit zaaiwerk even afmaken. Dan ga ik met deze even het eerste graan verkopen. Want zoals je weet heb ik deze ook al ben ik bezig met deze map zonder het op te nemen. En ik meende. Ja, hier het mais. Er staat een rood pijltje naar onderen. Nou, en naar de bakkerij toe. Want er was een lichte vraag naar. Nou, je ziet hier ook nog meer rode tekentjes omlaag. Nou, zover ik weet, dat graan of deze artikelen, laat ik het zo eventjes stellen, heb ik zover ik weet niet in het spel zitten. Dus wat ik ga doen, is dat ik het hier even onder deze pijp inzet. Totdat de R in beeld komt, linksboven in beeld, zoals nu het geval is. Ga ik naar het mais. Dan ga ik hem even laden. Nou, je zit nu mooi vol. Zeltje eroverheen. Dan gaan we deze naar de bakkerij toe brengen. Naar de bakkerij. Ik heb gezien dat die rechtsboven in beeld zit. Naast grondnummer 5 en 6. Dan ga je dus nu naartoe rijden. Ik zou natuurlijk gewoon via de gebruikelijke weg kunnen rijden. Maar ik ga hier gewoon lekker binnendoor. We schulpen ook een hoop in de tijd. Ik heb deze map de speler dus ook zonder het op te nemen. En daarin ben ik inmiddels op een bedrag van 238.000 euro teruggekomen. Dat heeft ermee te maken dat ik ook een paar stuk weilanden heb gemined met de frontmaaier en met de gewone maaier. Vervolgens heb ik die bij elkaar geharkt. En heb ik hem met de opperwagen naar de weekendinstallatie teruggebracht. Een vrachtje of 3-4 heb ik daar toen heen gebracht. Dat heeft me een mooi bedrag opgeleverd. Het had hoog kunnen zijn, want daar heb ik ook wat extra koeien aangeschaft, zodat het produceren van de mest sneller ging. Nou, wat ik nu allemaal hier aan u vertel, dat ga ik dus ook hier doen, in het gefilmde gebeuren. Nou, je ziet links van mij bij grond nummer 17, ziet u daarnaast de biogas. Aan de overkant ziet u grond nummer 18. Nou, links daarvan heb je dan een paar weilandjes. Nou, die ga ik dus maaien. Zo zie je wat u hier ziet, heb je ook een aantal stukken weilanden. Die ik kan gaan maaien. Oh. Ik heb bobbeltje. Nou, dit kan natuurlijk eigenlijk niet, zoals je zult begrijpen. Het viel tussen de twee platen in. Nou, dit vrachtje levert me bijna 14.000 euro op. Dus ik zit nu op een bedrag van 48.000 euro. Nou, met deze even terug naar de boerderij toe. Ik kan me voorstellen dat dit een nog een redelijk na bultje zou kunnen zijn. Gezien de stuiter die de trekker maakt.
Nou, zullen we even kijken hoe ver dat de zete proxima is met het inzaaien van de gerst. Nou, het is op zich een mooie snelheid bij het inzaaien. Nou, normaal gebeurt het van mij op een wat minder snelle manier. Maar voor in het spel komt het op zich wel uit dat het lekker snel gaat. Nou, als alles dan straks van elkaar is, naar het bio gebeuren, als het is omgezet in keelvoer en ik het verkocht heb. Ik zal er vast de voorlader voor deze zetel eventjes gaan aanschaffen. Ook de universele bak die erbij hoort. Vervolgens ga ik het laatste beetje van dit stro hier in de stal spuiten. En dan ga ik even een beetje kijken hoe ver ik kan gaan voor het geldbedrag. Ik zal ook eventjes een windrower aanschaffen, zoals dat in het spel wordt genoemd. Nou, ik zal deze kar eventjes hier in de schuur plaatsen. Even de tijd wat slomer zetten. Hij stond op 5, ik zet hem nu eventjes terug naar 1. Dat doen we in verband met het saaiproces en straks het maaien. Van het gras en het hele gebeuren erna. Dan gaan we vlot zo. Ik zal hier even de voorwaarden erbij schaffen. Dat doe ik met deze stol, de FZ30. Die kost €5400. Nou, voor in het spel zijn het vrij goedkope bedragen, maar ik kan me voorstellen dat u denkt van joh, wat zijn dat aan pittige bedragen. De universele bak, ook van stol. In principe is het hele palaatje grotendeels van stol, behalve de ene voorlader, die is dan van Nieuw-Holland. Deze stol universele bak, nou, die is dan €900. Gelijk even erbij aangeschaft. Ik zal ook even gelijk de windrower aanschaffen. Van Koen, de GA8521, die is dan €17.000. Hou ik nu €24.000 over, bijna €25.000. Dit doe ik bewust. Dan kan ik even kijken hoeveel de koeien ik extra kan aanschaffen voor de opperwagen. Om de stroot die erin zit weg te krijgen. Iets te ver naar achteren. En er zit nog 17% in. Nou, er zullen dus wat koeien bij aangeschaft moeten worden. Ik heb er nu 10. Ik ga kijken hoe ver ik kan komen. Dan kan u nog €2400 over. Ik ga nog maar 10% bij in.
wat ik ga doen is het werk van de zeter eventjes overnemen. Het inzaaien. En vervolgens ga ik het gras vlak bij de bio-installatie maaien, harken. Zie je, zoals je ziet, de sneller blijft hetzelfde. Op de nieuwstand of niet op de nieuwstand. Nou, we maken dit plaatje gewoon eventjes af. Door het eventjes zelf verder te doen. Wat ik zou nog eventueel zou kunnen doen om alles stro weg te krijgen. Ik kan nog wat meer graan verkopen wat in de silo zit. Want mais zal nog steeds wel een lichte vraag te zijn. Dan gaat het bedrag wat meer omhoog. Ik kan kijken tot in hoeverre ik daarin kan meegaan. Ik heb gisteren al nog eventjes gekeken. Naar de steier, de multen. Die heb ik toen eventjes geprobeerd. Vervolgens dacht ik, het kan ook nog goedkoper, want deze zeter Proxima is een stuk goedkoper. Dan de Steyr Multi, want die is 105.000 euro. Deze is nou een slagje goedkoper. Ik ga even kijken of deze ook een voorlader heeft. Dat heb ik net in het begin van deze aflevering bekeken. Dan kwam ik pas later, dacht ik daaraan. Nou, dat scheelt op zich ook nog weer een stukje dat ik nu dat pak dat eruit komt. Tot nu toe is alles wat ik in gebruik neem op de opperwagen van Chrome Turbo na, is alles nog van het nieuwe, het Gold Edition. Ik moet toegeven, er zit een mooi spul tussen. Normaal ben ik iemand die eerst de buitenkant inzaait, twee of drie keer eromheen. Vervolgens de boel aan de binnenkant in gaat zaaien. Omdat ik ook met de graan bezig was, dacht ik van ik zet hem gelijk op de huurstok neer. Ik ga gelijk zo op deze manier zaaien. Want zover ik weet wordt het normaal ook zo gezaaid zoals ik het u vertel. Tenminste de keren dat ik het gezien heb. Eerst de buitenkant even inzaaien, twee of drie keer de randen. En vervolgens de binnenkanten. Dit gaat mooi vlot zijn. Tenminste beter als het hele trage. Want die aanbouw stap voor het vooruit gaat.
Nou, dit is op zich ook weer een mooi voordeel met de andere processen die eraan gaan zitten te komen. Ik zit er ook aan te denken om een klein stukje grond te kopen, waar ik dan mais neer ga zaaien. Dan moet ik alleen even een andere bek, zoals ze dat noemen, voor combine aanschaffen. En dan ga ik dorsen. En het komt niet vaak voor dat het gebeurt. Ik heb het zelf nog nooit eerder gezien. Ik weet wel dat het kan. Ik weet ook hoe het gebeurt. Ik heb er wel eens video's van bekeken. Het is op zich een mooi gezicht. Nou, dit zal allemaal bij het beginstadium horen. Waar ik nu hier in deze map mee bezig ben. Met deze Gold Edition. De wijze waarop ik hier nu mee werk, dat gaat prima lukken. Nou, ik zal ook schapen gaan kopen en kippen. Met die twee processen wacht ik nog even mee. Hier vind ik het op deze wijze de lucht in zien te werken, met de koeien erbij. Schapen is heel leuk om er ook bij te hebben. Ze hebben een stuk goedkoper als koeien, alleen bij de schapen komen die gaan wol produceren. Het komt weer op pellets terecht en dat ontwikkelt zich redelijk snel. Waardoor je er toch vaak snel bij moet zijn, wil je het door kunnen laten gaan. Maar volgens mij, wat ik gezien heb, is als de wol geproduceerd wordt, dan komt in zijn grote zak terecht. Dan komt op een pellet terecht. En dan komt maar één zak op de pellet terecht. Want wat ik wel eens gezien heb, dat voor mij in Farming Simulator 2013, als je daar wol produceert, dan komen er meerdere stukken of zes zakken op één pellet terecht. Of ik moet me vergissen dat het wel degelijk bij Farming Simulator 2015 gebeurt. Maar dat gebeurt niet bij iedere map. Nou, ik denk nog één of twee keer hier overheen. En dan is dit stuk grond ingezaaid. Nou, vervolgens, dat zal waarschijnlijk in aflevering 3 gaan gebeuren. Dan ga ik dat bij de bio-installatie ga ik het gras maaien. Vervolgens harken. En dan met deze Chrome Turbo oprapwagen ga ik het oprapwagen bij de bio-installatie. Daar ga ik het naartoe brengen. Vervolgens ga ik het proces daar zo doorvoeren dat het wordt omgezet in kelvoer. Dat gaat dan weer verkocht worden. En dan van de 2300 euro die ik nu nog over heb, nou, daar gaat een flink bedrag bij bovenop komen. De kans is hier aanwezig dat het gaat oplopen tot ruim boven de 200.000 euro. En van dat bedrag dan kun je een mooi eventjes uit de voeten. Met de nadruk op eventjes. Want de materialen die daarna nog moeten worden aangeschaft, die gaan er weer voor zorgen dat het bedrag weer gaat kelderen. Op zich is het logisch, omdat je dan weer nieuwe materialen bij kan kopen. Waardoor het omlaag gaat. Dit zal ook betekenen dat het bio-gebeuren een paar keer zal worden uitgevoerd.
om het bedrag zo hoog mogelijk te krijgen. Nou, dit stuk is bijna klaar. Dan ga ik ook even de zaaimachine bij de kar neerzetten. Die ik heb weggebracht. En dan pak ik zo meteen deze vrontmaaier en deze maaier. Dan ga ik vast mee naar de locatie toe waar het hele grasmaaien gebeuren gaat plaatsvinden. Deze even de grond neerplaatsen en afkoppelen. Deze voorlader, die zal ik eventjes hier neerzetten. Nou, dan gaan we deze frontmaaier en deze maaier voor op de achterkant van de trekker, die gaan we aan elkaar aan de trekker koppelen. En de frontmaaier zit er nu aan. Nou, nu eventjes deze maaier. Maar het voordeel nu is dat ik ook al weet hoe ik kan draaien. Deze wil even helemaal inklappen totdat hij achter de trekker hangt. Nou, ik kan hier zo rechtdoor oversteken. Vervolgens kom ik bij een brugje uit. Een houten brugje. Lijkt redelijk onstabiel. Gelukkig is hij in het spel stevig gemaakt. En hier heb je dit brugje. Ik heb er al af en toe nog wel een hard gevoel in de hoop dat het wel echt goed gaat. Gelukkig gaat het goed. Anders brand je zo in het meertje met water. Nou, nu is het alsmaar recht doorrijden. En op een gegeven moment sla je linksaf de weg op. En dan is het eigenlijk aan de rechterkant heb je de bio-installatie. En aan de linkerkant heb je de weilanden waar het gras gemaaid gaat worden. Zoals je ziet ben ik er bijna. Nou, voor nu is dat ik alles al heb aangeschaft. De maaicombinatie van Potinger. De harkmachine van Koen. Ik ga de tijd weer even doorzetten naar 5. Nou, dit is een stuk waar het gaat gebeuren. Hier rechts heeft u de bio-installatie. Hier links heb ik de weilanden liggen die gemaaid gaan worden. Ik zal wat met een stukje van beginnen. De voetkant omlaag. De achterkant ook omlaag.
Hij trekt hem mooi netjes. Valt niks over te klagen. Qua snelheid waar hij mee optrekt. Nou, dit stuk gras ga ik dus maaien en aan de andere kant ook. Vervolgens met elkaar harken. En dan naar de bio-installatie toe brengen. De mest wat vrijkomt, dat ga ik dan weer gebruiken voor de stukken grond bij de boerderij zelf. In principe het gras wat ik maai, dat ga ik niet injecteren. Want binnen een dag staat er toch weer nieuw gras bovenop. Dus dat is eigenlijk verspilde energie. In deze map. Zo vast goed zetten. Nou, dit was het voor deze tweede aflevering van Farm Simulator 2015 The Gold Edition. In de derde aflevering ga ik hiermee verder met het grasmaaien en het hele verder proces wat ik heb uitgelegd. Dus ik zie u graag in de derde aflevering weer terug van Farm Simulator 2015 The Gold Edition. Graag tot ziens.